De directeur van tankopslagbedrijf Otfiel in de Botlek is ontslagen. Otfiel moest dit weekend alle activiteiten op het terrein stilleggen na een reeks van incidenten. Het bedrijf lekte meerdere malen chemicaliën en de blus- en koelvoorzieningen waren niet op orde. Op de redactie, verslaggever Mirjam de Witte. Mirjam, had het hoofdkantoor van Otfiel in Noorwegen nog interessant commentaar voor ons? Nee, er kwam geen commentaar, maar wat wel opmerkelijk is, is dat Otfiel wereldwijd net een nieuwe topman heeft. En het eerste wat die topman dus blijkbaar gedaan is Geert IJsink, de directeur van Otfiel in de Botlek, de laan uitsturen. Verder kwam een officiële persverklaring en daarin stond: wij zijn vastberaden de integriteit en veiligheid van de terminal in de Botlek structureel te verbeteren. En de ondernemingsraad van Otfiel heeft ook nog laten weten het eens te zijn met het ontslag van IJsink. En hoe reageert de politiek? Nou, ik ben vandaag bij gedeputeerde Jansen van de SP in Provinciale Staten Zuid-Holland geweest. Hij heeft milieu in zijn portefeuille. Hij wilde niet reageren op het ontslag van IJsink, want hij vindt dat een interne aangelegenheid voor het bedrijf zelf. Hij wilde wel kwijt dat hij gisteren met de DCMR heeft gesproken en daarin is gepraat over de aanpak van Otfiel. Vastpakken en niet meer loslaten. Het bedrijf is nu gesloten en gaat niet meer in productie voordat ze aan kunnen tonen en dat ons aangetoond is dat alles veilig is. Had Otfiel eerder stilgelegd moeten worden? Nou, we hebben Otfiel op onderdelen stilgelegd. En waar ik natuurlijk wel teleurgesteld in ben, is dat ik in januari meneer Otfiel zelf ook nadrukkelijk de wacht aan heb gezegd, toen ik hem hier ontboden heb op het provinciehuis. En gezegd heb dat er echt iets serieus moest gaan veranderen, wilde die open kunnen blijven. Omdat we anders alle maatregelen zouden nemen om de zaak op orde te brengen. En dat is onvoldoende gebeurd naar mijn mening. Daarom hebben we de afgelopen 6 maanden de druk heel erg opgevoerd. En dat heeft ertoe geleid dat het bedrijf nu door de knieën is gegaan en zelf besloten heeft om te gaan sluiten. En Mirjam, wil deze gedeputeerde ook een onderzoek naar de werkwijze van de DCMR Milieudienst Rijnmond? Ja, Rick Jansen wil een breed onderzoek naar de hele gang van zaken rond Otfiel en ook naar hoe de inspectiedienst DCMR gewerkt heeft. En ik vroeg hem dan nog wel eerst eventjes, heeft de DCMR eigenlijk wel genoeg middelen om inspecties goed uit te voeren? Dan moet je kijken naar het bredere toezicht in Nederland, hoe dat nu geregeld is en hoe dat ontwikkeld is in de afgelopen jaren. En het is natuurlijk steeds meer van fysieke inspecties, zelf gaan kijken op de plek en zelf controleren, is dat veranderd in afvinken op papier. En de vraag is, kijk, als je achter iedere tank een inspecteur wilt zetten, dan horen daar ook middelen bij. Maar dat is niet de situatie zoals die op dit moment in toezichthoudend Nederland is. En wanneer dat brede onderzoek dan zal gaan plaatsvinden, dat is nog niet duidelijk. Bedankt voor je bijdrage, Mirjam de Witte.